Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op dinsdag 19 maart. Morgen begint de lente en dat zal rustig weer gaan opleveren. En morgen gaan we ook naar de stembus toe. En het weer zal dus niet echt een beletsel zijn om de gang naar de stembus te maken, want het is rustig en vrijwel droog overal. En dat hebben we te danken aan een hoge drukgebied. Hier zien we dat op de weerkaart. Het hoge drukgebied ligt boven de oceaan, maar de uitloper van dat hoge drukgebied strekt zich helemaal uit richting het westen van Europa en het centrale deel van Europa. En eigenlijk ligt het hoge drukgebied net iets te zuidelijk om bij ons voor heel zonnig weer te zorgen. Want we hebben nog steeds te maken met een wat westelijke stroming. En dat betekent dat vanuit het westen ook wolkenvelden Nederland kunnen bereiken. Al met al dus een vaak wat bewolkt weerbeeld. Maar er is zeker ook ruimte voor de zon. Vandaag kunnen we dat ook al goed merken. Het hoge drukgebied dat blijft in ieder geval voorlopig het weer bepalen. En we zien de komende dagen dan ook dat de temperatuur geleidelijk aan gaat oplopen. Vandaag zijn er ook brede opklaringen. Er zijn ook stapelwolken en hier en daar wat dikkere wolkenvelden. Maar die bewolking die heeft toch niet echt de overhand. En dat betekent dat het op veel plaatsen toch ook vrij zonnig is. Nou, vanavond zijn de wolkenvelden en opklaringen. En de temperatuur die ligt vanavond als de zon ondergaat zo rond de 5 à 6 graden. Dat is niet helemaal waar wat ik zeg. Het is niet als de zon ondergaat, maar zo'n beetje op het midden van de avond. Want de zon die gaat natuurlijk al aan het begin van de avond onder. Vijf tot zes graden dus bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. En het blijft dan overal droog. Vannacht verandert er weinig, temperatuur daalt nog iets verder. En dan morgen ja, dan zien we toch regionaal wel wat verschillen. In het noorden zijn er wolkenvelden en heel misschien valt er ook nog een spatje motregen. Dat is niet helemaal uit te sluiten. En langs de westkust kan het mistig zijn. Ik denk dat het bovenland op zich... Met met de mist wel meevalt, maar aan zee en op de stranden misschien dat daar wel even wat mist voor gaat komen. Dan blijft de temperatuur ook wat achter, dan is het zo'n 8 graden. In het noorden wordt het 11 graden en ga je meer naar het zuiden toe, dan breekt de zon vaker door en kan het 12 tot 13 graden worden. En ook morgen waait er een matige zuidwestenwind. Ja, de dagen erna gaat de temperatuur nog verder omhoog. Donderdag en vrijdag kan het in het zuiden makkelijk 15 graden worden. Vrijdag kan het zelfs 16 tot 18 graden worden in de zuidelijke provincies. Ook in het noorden mooie temperaturen zo tussen de 13 en de 15 graden. En we zien dan wolkenvelden voorbij schuiven, maar er zijn zeker ook zonnige momenten. Het blijft overal droog en de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Betekent ook met die wat oplopende temperaturen en de zonneschijn dat steeds meer berken gaan bloeien. En dat kan het toe leiden dat er steeds meer berkenpollen in de lucht komen en veel mensen zijn daar allergisch voor. Houdt u dus uw medicijnen bij de hand in de loop van de week. Zaterdag gaan er weer een paar buitjes vallen en gaat de temperatuur naar beneden. De wind die draait naar het noordwesten. De maximumtemperatuur ligt dan tussen de 10 en de 12 graden. Overigens lijkt het neerslag op zaterdag een tijdelijk intermezzo te zijn, want vanaf zondag is het weer overwegend droog weer met temperaturen over het algemeen nog steeds zo rond de 12 graden. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.